Vanavond gaat het over seksualiteit. En wat is dat nou precies, seksualiteit? Nou, we zullen even een jongetje tekenen. Dat is Kevin namelijk. Ik teken geen mooie figuurtjes hoor, heel vlug maar even zo. Dit is Kevin. En Kevin die is 9 jaar oud, hè? Kevin is 9 jaar. En dan loopt hij op straat. En dan ziet hij een poster voor damesondergoed. Lingerie, hè? En Kevin die kijkt ernaar. En hey, dan krijgt hij een beetje een lekker gevoel als hij daarnaar kijkt. Dat is raar, dat had hij nog nooit eerder gehad. Maar als hij naar die mooie plaatjes kijkt, hè, dat zijn dames in ondergoed. En dan krijgt hij zo'n lekker gevoel. Dan denk je, joh, wat is dat grappig. En dan gaat hij kijken of hij nog meer van die mooie plaatjes kan zien, hè. Nou, dus heb je ook van exen, geloof ik, hè, en badkleding. En dan komt hij thuis en dan vindt hij een Wekamp-catalogus. Gaat hij ook in bladeren en verdraait het door. Dan vindt hij ook van die mooie plaatjes. Dus daar gaat hij ook naar kijken. En elke keer als hij naar kijkt, dan krijgt hij een heel lekker gevoel in zijn buik. Nou, dat lekkere gevoel, dat is seks namelijk. Zo. Dat is zijn seksualiteit. En dat vindt hij zo prettig om naar te kijken. En dan gaat steeds meer naar die dingen kijken. En op school zijn de jongens die hebben een iPod of een iPhone, weet ik veel wat, en met internetverbinding. En, op die dingen kun je nog wel wat meer zien dan dames in padkleding of met ondergoed aan. Dan zie je nog veel andere dingen. Dus Kevin die vindt het zo interessant allemaal. Maar weet je nou, de ellende is, als Kevin niet gewaarschuwd wordt, dan gaat er dit gebeuren, dat elke keer als hij daarna gaat kijken, dan wordt het steeds meer, dan gaat het zich ontwikkelen. En als nou niemand zegt tegen Kevin, joh Kevin, die seksualiteit, dat is een lekker gevoel, dat is heel normaal dat je dat hebt, maar het is energie, hè? Het is de krachtigste energie die een mens in zijn lichaam heeft. En dan moet je voorzichtig mee omgaan, hè, met energie. Hè, benzine, dat is ook energie, hè. En dat is prachtig in je tank, van je brommer. Maar als je dat de vrije loop laat, en je laat het zomaar overal heen stromen, nou, dat is levensgevaarlijk, hè. Want als het eenmaal in de brand vliegt, is het niet meer te blussen. En het is met alle energie zo, hè, met elektriciteit ook, hè. Prachtig dat er elektriciteit is, hè, maar het moet wel in die draadjes blijven, op de goede plek. Maar als het buiten die draadjes komt, en je komt er dan aan, dan is het dodelijk zelfs. Nou, dat is met seksualiteit ook zo, dat als Kevin nou niet gewaarschuwd wordt, dan gaat hij dat steeds meer stimuleren en dan laat hij het de vrije loop. En dan, nou, op een gegeven moment wordt het een uitslaande brand, hè. En dan zie je dat Kevin, die wordt seksverslaafd of pornoverslaafd. Nou, dat is ook wat. Dus Kevin die moet gewaarschuwd worden, joh, dan moet je voorzichtig mee omgaan. Nou, we gaan straks even zeggen van hoe je er dan mee om moet gaan. En dan vraag je, er zitten niet alleen jongens hier, maar die meiden die moeten weten hoe jongens in elkaar zitten. Hè? Dat als jongens dit soort dingen zien op een plaatje of op posters, dan krijg je dit. Hè? Ik ga er straks nog wat meer over vertellen hoor. Maar meisjes dan, hebben die dat dan niet? Nee. Die hebben dat wel, maar op een heel andere manier. Meisjes en jongens zitten heel anders in elkaar namelijk. Dit is een meisje zo. Ik ga geen mooie meisjes tekenen hoor, want daar heb ik tijd niet voor natuurlijk. Dus dit is een meisje zo. En het meisje heeft ook seksualiteit, maar die seksualiteit, daar merkt ze niet zoveel van. Want meisjes die reageren niet op wat ze zien, zoals jongens. Kijk, als jongens per ongeluk een dame in de blote billen ziet, zou ik maar zeggen, dan moet hij stevig in schoenen staan om niet te gaan kijken. Dan vindt hij leuk om naar te kijken. Maar als een meisje een jongen in zijn blote billen ziet, dan loopt ze gillend weg. En dan vinden ze helemaal niks aan. Tenminste, voor zover ik weet dan, hè, want ik ben geen meisje. Dus meisjes die reageren helemaal niet zo op wat ze zien. En dus ik zal even tekenen van die jongens dat die reageren op wat ze zien. Dus een van de dingen van de eigenschappen van jongens. En meisjes die reageren helemaal niet op wat ze zien. Maar die reageren wel op wat anders. En dan zal ik je ook even, vertel ik je er ook wat meer van, zo. Die reageren hierop. Op aanrakingen. Dus een hand, hè. Een beetje een rare hand heb ik hier getekend. Maar dat betekent een hand. Nou, wat bedoel ik daar dan mee?
Nou, we waren een keer in een kamp, hè. En er waren, het waren studenten, studentenkamp was dat. En er waren jongens en meisjes. En er was één jongen die had fluwelen handen. En dat zagen we, hè. Joh, dat gaat mis, hè. Want wat gebeurde er nou? Die jongen, die ging dan elke keer, wilde hij al die meisjes, die wilde hij eigenlijk veroveren, hè. Wilde hij allemaal dat ze een beetje verliefd op hem werden. Dat vond hij leuk, hè. Daar kreeg hij een kick van, als al die meiden hem leuk vonden. En wat deed hij dan? Dan, s'morgens, dan ging hij aan het ontbijt, ging hij kijken of er een leuk meisje was. En dan ging hij naast zitten. En dan ging hij ernaast zitten en dan moest hij de pindakaas hebben, hè. Hij had graag pindakaas op zijn brood. En dan, maar die pot die stond een eind verder weg. Dus op een gegeven moment zegt hij tegen het meisje, zei hij niet van, joh, hupsie, geef even de pindakaas. Nee hoor, dat deed hij niet. Weet je wat hij deed? Dan legde hij heel voorzichtig zijn handen om de schouders van het meisje, zo. En dan met zijn mond aan haar oor, en dan kwam hij met zijn lippen ook nog aan haar oor, ook nog. En dan fluisterde hij in haar oor van, geef even de pindakaas. En die meisjes, die werden helemaal, nou die kregen vlinders in hun buik. Hè? Wat een lieve jongen is dat, vonden ze. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat die aanraking bij dat meisje, hè, zo die hand om haar heen en met die lippen aan haar oor en zo. En dan wordt het, heeft die seksualiteit van het meisje, dat wordt dan wakker. Dan krijgt ze plotseling ook van diezelfde gevoelens als die jongen. Maar niet door wat ze ziet, maar door aanrakingen, door knuffels of zo, of door intieme zoenen. Maar in ieder geval niet dat je tegen een jongen oploopt, dan heb je daar geen last van. Maar wel als jongens je met bijbedoelingen gaan knuffelen of aanraken of zo, ja, dan wordt het bij meisjes wordt het wakker. En een meisje die denkt, oh god, wat heerlijk is dat. Ja, dus dan krijg je hetzelfde, dat ze denkt, hè, die jongen die gaan ze de volgende keer weer heel graag nazitten. Maar ja, dan heeft hij weer een ander meisje op het oog. Dus het meisje is erg teleurgesteld. Maar dan gaat ze op zoek. Want dat lekkere gevoel, dat wil ze ook. Dat vindt ze heerlijk. Dus ze gaat ook allemaal zoeken naar meer van dat. Hè. En op een gegeven moment wordt een meisje net zoals een jongen. Dan is het ook een uitslaande brand. Heeft ze ook die seksualiteit, die seksuele gevoelens. En dan krijg je dus dat het ook uit de hand loopt. En dan worden het echt van die jongens gek. Hè? Die lopen achter alle jongens aan. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling, hè, zoals ik het hier teken. En dan is het heeft een heel andere bedoeling. God die heeft ons zo geschapen. De jongens die heeft hij zo geschapen. Meisjes heeft hij op een andere manier geschapen. Een groot verschil namelijk tussen jongens en meisjes. En als je dat verschil niet weet. En je denkt dat jongens net zo in elkaar zitten als jij, als meisjes zijnde, of andersom. Dat jongens net zo denken dat meisjes net zo in elkaar zitten als zij. Dan maak je brokken, want dan begrijp je elkaar niet en dan maak je heel veel dingen stuk. En dan wil ik het vanavond even over hebben, dat je dat goed moet weten wat de verschillen zijn tussen jongens en meisjes. Nou, ik teken weer zo'n jongen en weer zo'n meisje en dan gaan we even vertellen van wat nou eigenlijk de bedoeling is. Wat God daar nou bedoeld heeft, dat hij de jongens en meisjes zo verschillend heeft gemaakt. Dus dit is Kevin weer. En dit is Alice. Alice heet ze zo, dat is het meisje hier zo. Kevin en Alice hier zo. Nou, het hebben we net al gezien dat Kevin, door wat hij ziet, daar kan hij niks aan doen, maar dan wordt zijn seksuele gevoel wakker. En er is nog iets anders waar het ook door wakker wordt. Dus, daarom ben ik erg blij dat jullie allemaal zo jong zijn nog. Want dit is nog iets wat jullie misschien nog niet allemaal beleven. Maar daarom moet je het wel weten, dat als je daarmee kennis maakt, dat je daar goed mee omgaat natuurlijk. Hè? Nou, een jongen die reageert dus heel sterk op wat hij ziet. Zo, hebben we net gezien. En daardoor is een jongen van het begin af aan, heeft hij die gevoelens. Omdat, ja, hij ziet dat en dan merkt hij dat hij die gevoelens heeft. En dat niet alleen, maar als een jongen zo'n jaar of 12 is of 10, of ik was heel laat wat dat betreft, hè, dan maak je dat spul in je lichaam, waardoor een kind wat nodig is om een kind te verwekken. De sperma heet dat. En ja, op een gegeven moment dan begint dat en dan is er te veel van die sperma en dan moet hij dat kwijt. En dat raakt hij dan gewoon kwijt, net zoals alle ontlastingen, dan raakt hij dat kwijt. En dan,
Maar dan krijgt hij dat kwijtraken, dat geeft ook dat lekkere gevoel. Dus daardoor, door die twee dingen, heeft een jongen van het begin af aan, is hij seksueel, is hij wakker, is hij actief. Weet hij wat seksualiteit is. En daar moet je goed mee om leren gaan. Nou, hoe moet een jongen daar nou mee omgaan? Nou, als je een jonge hond hebt, hè, een jonge hond die kan van alles. Hè. Een jonge hond die kan blaffen en die kan poepen en die kan bijten en zo. Hè. En wat moet je dan met een jonge hond doen? Dan moet je hem africhten, hè, dat hij niet overal zijn behoefte doet en dat hij niet iedereen in zijn kuiten bijt. En dat hij niet iedereen en overal bijt en blaft vooral. Hè. Je moet hem leren om die dingen goed te beheersen. Nou, als een jongen dus seksualiteit krijgt, is het net of hij een jonge hond krijgt. En wat moet hij dan doen? Dan moet hij leren om daar goed mee om te gaan. Om dat goed te beheren. Nou, wat gebeurt er nou als een jongen dingen ziet waardoor dat lekkere gevoel wordt opgewekt, wanneer hij die dingen ziet, dus dames in badkleding of zo, of hoe dan ook, dan moet hij daar leren mee om te gaan. En dan moet hij weten van wat gaat er dan gebeuren. Nou, kijk, dat dingetje waaraan je kunt zien dat een jonge jongetje is, die namen beginnen allemaal met een P. Ik weet niet waarom, maar die beginnen allemaal met een P. En ik noem dat dingetje maar Manneke P van Brussel. Ja, ik kom uit België, dus dat Manneke P van Brussel is dat kleine dingetje waaraan je kunt zien dat een jongetje is. Nou, wat gebeurt er nou als hij pas geboren is? Manneke P kan maar één ding, hè, kan die plassen. En dat kan hij heel goed namelijk, en dat is gelukkig ook natuurlijk. Maar als hij een jaar of 9 of 10 of 12, bij de ene is wat vroeg, bij de andere wat laat, hè, dan wordt dat dingetje wordt multifunctioneel namelijk. Dan is het eerst een heel slap kereltje, als hij alleen maar plast natuurlijk. Maar als hij dan wat ouder wordt, dan wordt dat mannetje P wordt multifunctioneel. En zo gauw als hij dus dingen in de gaten krijgt van een meisje die dus dit opwekken, dit gevoel, dan gaat manneke P, die gaat in de houding staan namelijk. Dan wordt het een stevige kerel. Dan wordt hij multifunctioneel. Maar goed ook, want daardoor is hij in staat om dat spul wat nodig is om een kind te verwekken, om op de goede plek te brengen natuurlijk. Hè. Daar is het voor. Nou, dat gebeurt elke keer als hij dus deze dingen in de gaten krijgt. Nou, als hij dus expres naar allerlei van de dingen gaat zoeken en kijken, dan wordt dat kereltje, staat iedere keer in de houding. En ja, dan wil hij aan het werk, maar ja, er is er natuurlijk niks, want hij kijkt alleen maar naar een plaatje. Of op internet of weet ik veel wat. Dus er is niks wat dat kereltje kan doen. Echt het werk waar hij voor is, dat kan hij dan niet doen. Nou, en dan ligt het erg voor de hand dat hij dan over zijn bolletje gestreken wil worden. Hij wil zijn zin hebben en hij wil tevreden gesteld worden. En nou, binnen de kortste keren is die jongen dan bezig met zelfbevrediging. En zelfbevrediging is ook verslavend namelijk. En dan kun je, dat is normaal dat het gebeurt. Alleen, hij moet leren om daar goed mee om te gaan. Nou, hoe moet hij daar goed mee omgaan? Dan moet hij weten van, dat kereltje hoeft niet iedere keer zijn zin te hebben. Want als hij iedere keer gaat staan, en in de houding gaat staan, en aandacht vraagt, en je geeft hem dan zijn zin, dan wordt dat net een verwend kind. En dan wil hij altijd zijn zin hebben. En op een gegeven moment wordt hij zo veel eisend, en dan, dan worden alle beslissingen worden onder de gordel genomen. Dan wordt hij de baas. Dat zie je met mensen met kinderen ook, hè? Met kleine kinderen in een supermarkt of zo. En dan wil zo'n kindje wel zijn zin hebben. En dan begint hij te schreeuwen. En dan zijn moeder die wordt er bang van dat alle anderen dat heel vervelend vinden. Dus die geeft hem gauw weer zijn zin. En op een gegeven moment kunnen ze nergens met zijn jongetje meer komen. Want wil hij altijd zijn zin hebben. Nou, dat is met manneke P ook zo. Dat als je hem iedere keer zijn zin geeft, hè, dan wordt het ook een nette verwend kind. En dan wordt hij de baas. Jongens, er zijn zoveel jongens, hè. Bij wie dat kereltje, de kleine manneke P, de baas is. En die lopen alsmaar achter hem aan. Hè. Net zoals een verwend kind dus altijd zijn zin krijgt. En zo krijgt het manneke P ook iedere keer zijn zin. Nou, en het is de bedoeling dat hij dus leert om niet iedere keer dat mannetje zijn zin te geven. Want het is heel makkelijk, want als je zijn zin niet geeft, dan gaat hij vanzelf weer liggen namelijk. Dan hoeft dat niet. Nou, dat moet je als jongen zijn, dan moet je dat leren. Om dat goed te beheren. En ik zal je straks nog vertellen waarom. Want het is heel belangrijk namelijk als je later trouwt. Want als je dan een jongen bent. Of als meisje zijn. Die krijgt een jongen die manneke P niet onder beheer heeft. En niet kan beheersen. Nou, dan berg je dan maar. Dan ben je goed. Dan is je huwelijk
Nou, geen makkelijk huwelijk krijg je dan. Een jongen die zich niet kan beheersen. Dus een jongen die moet dat leren om dat goed te beheren. En dat gaat met vallen en opstaan hoor. Daar hoef je helemaal niet over in te zitten als het een keer niet lukt. He, maar als je dit maar weet, dat je zegt, jongens, ik moet mijn seksualiteit moet ik beheren, dat het onder controle blijft. Zodat het niet, net zoals benzine, dat het om zich heen grijpt en dat ik het niet meer kan beheersen en dat ik dan een slaaf word van mijn seksualiteit. Want dat zou heel erg zijn natuurlijk. Hè? Nou, dus dat is de les die een jongen moet leren, dat hij zijn seksualiteit goed moet gaan beheren. Want hij heeft het vroeg gekregen. En dan denk je, ja, waarom heeft hij het dan zo vroeg gekregen? Dat hij krijgt het al als hij een jaar of 12 is. En dan moet hij wachten tot hij een jaar of 25 is voordat hij een keer kan gaan trouwen. Nou, dat is, God die heeft het zo bedoeld dat een jongen in die tussentijd, dat hij daar goed mee om leert gaan. Nou, er zijn nog veel meer dingen over te zeggen hoor. Maar goed, snap je het is dat een beetje duidelijk? He, voor meisjes ook, dat ze een beetje weten hoe raar jongens in elkaar zitten. Nou, en dan meisjes, hè? Meisjes die hebben dat niet. Die hebben dus seksualiteit, dat is voor hen een vraagteken. Dan hebben ze, dat gaat niet vanzelf. Kijk, een jongen die wordt er vanzelf, kan hij niks aan doen, maar dat is vanzelf wakker. En hij is, van het begin af aan is hij, dat noemen ze, seksueel actief. En dat moet hij goed onder beheer krijgen. Maar een meisje heeft dat niet. Een meisje heeft dat niet. En dat is heel belangrijk wat ik nu ga zeggen. Dat een meisje die heeft die seksualiteit, als ze dat met rust laat, als het niet opgewekt wordt, dan kan ze het hele leven, kan ze daar plezier van hebben, als je niet trouwt bijvoorbeeld. Er zijn heel veel meisjes die niet trouwen. Hè, die bijvoorbeeld de zending ingaan of zo. Of die ander werk doen, waardoor ze niet trouwen. En dan is het geweldig dat je weet dat ze wel seksualiteit hebben, maar er geen last van hebben. Ze hebben geen last van die lustgevoelens. Want als je die eenmaal hebben, ja, dan is de bedoeling natuurlijk dat er wat goeds mee gebeurt. Nou, wat is nou het punt dat een meisje die, nou gaat het erom van, waarom heeft God dat zo gemaakt? Die twee verschillen. Dat is dat een jongen, dat als hij eenmaal een meisje op het oog krijgt, waar hij erg veel van houdt, waarvan hij merkt, hey, we passen goed bij elkaar. En ik zou best met haar de rest van mijn leven willen trouwen. Ik zou best met haar willen trouwen. Hè, dan mag hij, omdat hij seksueel actief is, mag hij dat meisje binnenleiden in een hele nieuwe belevingswereld. Hij mag degene zijn die dat meisje wakker maakt. En het mooiste is dan dat als het een jongen is die serieus is en hij doet dat, hij maakt dat meisje wakker, dan krijgt dat meisje met hem een hele sterke band namelijk. Want dan heeft ze iets van hem gekregen wat ze daarvoor niet had. Dan is het iets geweldigs. Dan gaat er een nieuwe wereld voor haar open. Als hij haar de eerste intieme zoen geeft, dan krijgt ze een hele sterke band met die jongen. Dat is een soort van liefdeslijm, zou je kunnen zeggen. En daarom moet een meisje moet er heel zorgvuldig mee omgaan voordat ze dat wakker laat maken. Want als ze dat wakker laat maken door een jongen die het niet waard is, of die alleen maar op een lolletje uit is, of alleen maar een avontuurtje wil, of niet beter weet of dat meisje net zoals zij, en dat is helemaal niet zo erg, hè, dan maakt hij iets met dat meisje wakker. En als hij er dan weer in de steek laat, dan blijft dat meisje zitten met die seksualiteit die wakker is geworden. En dan wilde ze die jongen eigenlijk heel gelukkig mee maken. Maar als die jongen dan ja, uit zicht verdwijnt, ja, dan blijft ze zitten met dat gevoel natuurlijk. En dat is heel verdrietig. Want als ze dus voor het eerst gezoend wordt, hè, intiem gezoend wordt, of aangehouden, of hoe dan ook, hè, dan raakt ze iets kwijt wat ze nooit meer terugkrijgt. En dan krijgt ze iets wat ze nooit meer kwijtraakt. En dat is heel belangrijk dat je hier al heel jong zit. En ik hoop dat het niet mosterd na de maaltijd is. Maar als een meisje dus voor het eerst intiem wordt gezoend en intiem wordt aangehaald. Ik zal er even weer dat handje bij tekenen. Van, als een soort van symbool van het wakker maken van een meisje. Hè, dan krijgt ze iets wat ze nooit meer kwijtraakt. En dat is dat seksuele gevoel. En daar mag ze die jongen heel gelukkig mee maken. En ze krijgt een enorme sterke band met die jongen die dat bij haar doet. Nou, het is geen makkelijke babbel, want we hebben het zelf zo meegemaakt. Ik was al wat ouder en ik wist het allemaal, gelukkig. Ik had heel veel gelezen erover. Dus ik wist dat wat het teweeg zou brengen.
En ja, mijn vrouw die was, toen ik haar ontmoette, die was wat dat betreft nog slapend, zou je kunnen zeggen, seksueel slapend. En ik mocht haar dus ja, wakker maken. En daar hebben, dat is nu 45 jaar geleden, denk ik, bijna 45 jaar geleden. En daarom hebben we een hele sterke band met elkaar gekregen. En het is maar goed ook, want ja, mijn vrouw is natuurlijk van een ander ras. Komt oorspronkelijk uit Indonesië. En een heel andere cultuur, heel andere geestelijke achtergrond. Allemaal dingen die anders waren. Dus in het begin begrepen we elkaar heel vaak niet. En hadden we vaak meningsverschillen. Maar omdat we zo'n sterke band hadden, dat kon niet meer stuk, om zo te zeggen. En daardoor hebben we al die moeilijkheden, die hebben we kunnen overwinnen daardoor. Niet alleen daardoor, ook maar door onze relatie met de Heer Jezus natuurlijk. He, maar dit was ook een van de redenen dat onze relatie tot op de dag van vandaag niet stuk kan. Want dat is een hele sterke band hebben we met elkaar. Nou zijn er natuurlijk ook jongens die er misbruik van maken. Hè? Dat zijn loverboys. Heb je wel van loverboys gehoord? Dat zijn vaak Marokkanen, of tenminste Noord-Afrikanen. En die kijken dan naar meisjes die aantrekkelijk zijn, maar waarvan ze weten dat ze nog geen ervaring hebben. Hè? En dan proberen ze daar verkering mee te krijgen. En dan op een hele goede manier, want daar zijn ze heel handig in, maken ze die meisjes wakker. En dan geven ze allemaal cadeautjes en zo. En die meisjes denken, oh wat heerlijk, wat een heerlijke jongen is dit. En dan zonder dat ze er erg in hebben, worden ze helemaal ingepakt door die jongen. Maar die band die ze krijgt met zijn jongen is zo sterk, dat die jongen die kan haar maken en breken. En die kan haar zelfs zo ver krijgen dat ze voor hem geld gaat verdienen door haar lichaam te verhuren aan andere mannen. Ja, het is bijna niet te geloven, hè. Maar zo sterk is die liefdesband dan, die zo'n meisje heeft met zo'n loverboy, dat zo'n jongen die heeft een aantal van die meiden die allemaal wakker heeft gemaakt. En daar zit hij, en die meiden zitten allemaal met een hele sterke band aan hem vast. Daar heeft hij heel veel macht over. En die kan die meisjes maken en breken. En daarom is het zo belangrijk dat je als meisje zijnde, dat je vreselijk voorzichtig mee omgaat. En jongens, dat ze het ook weten, dat ze heel voorzichtig met meisjes moeten omgaan. Dat ze weten van wat ze losmaken, ja, dat ze daar verantwoordelijkheid voor moeten hebben. Omdat dat iets is wat raakt een meisje dan kwijt? Haar ongereptheid noemen ze dat. Of haar onschuld noemen ze dat ook wel eens. He, dan raken ze dat kwijt en dan... Weet je wat ongereptheid is? Ongerept, weet je wat dat is? Ken je dat woord? Nou, dat is als het gesneeuwd heeft, hè? En er heeft nog niemand in gelopen, dan is het ongerept. Maar als er iemand in gelopen heeft, dan is het niet meer ongerept. Dan heeft er iemand in gelopen. Nou, een meisje is van nature, is ze ongerept. En dan is haar seksualiteit, dat wordt bewaard. En dan moet je zuinig op zijn als meisje zijn, dat je het alleen maar laat wakker maken door die jongen die echt het waard is. En die 100%, die 100% kan vertrouwen ook. Maar ja, nou zitten jongens raar in elkaar. Wat ik ook even zeg, een ander groot verschil. Is dat zo verduidelijk? En jongens, dit is zo belangrijk, omdat je kan aan alle moeders vragen of ze nog weten over haar eerste zoen. Nou, weten al die vrouwen, die weten dat. En heel veel meisjes, heel veel vrouwen, die hebben dat ja, al eerder met iemand anders meegemaakt dan met je vader bijvoorbeeld. Nou, dat is heel verdrietig, want dan zijn ze wakker gemaakt door iemand anders. En dan hebben ze die ervaring opgedaan. En dan worden ze, en dat blijkt dus niet de juiste te zijn. En dan hebben ze je vader, zijn nu mee getrouwd. Maar dan hebben ze spijt dat ze je vader niet dit voorrecht hebben kunnen geven om ze wakker te maken, want dat heeft iemand anders al gedaan. En dat is heel verdrietig. Ik heb pas, dat is een tijd geleden al, heb ik het verhaal ook verteld. Er kwam een hele knappe vrouw naar me toe. Ze zegt, goh, ben ik verdrietig dat ik mijn man dit niet heb gegund. Dat ik, ja, ik was heel mooi, dus ja, ik had jongens achter me aan. Ik kon er wel, in elke hand kon ik wel 5 krijgen. En toen, ja, nou, zoenen vond ze ook heerlijk natuurlijk. Dus, maar op een gegeven moment merkte ze dat ze helemaal, ja, dat helemaal verkeerd ging. Dus toen heeft ze eindelijk een jongen gevonden, een man gevonden die echt van haar hield. En die dat ook wilde accepteren. Hè, maar ze zegt, ik heb zo'n verdriet hè, dat ik dat niet bewaard heb voor hem. Want ik hou zoveel van hem. En ja, anderen die hebben het van me weggenomen. Hebben dat. En dat is heel verdrietig. Als je dat voor het eerst meemaakt, hè, de eerste zoen, dat zou je kunnen zeggen. Dan word je emotioneel ontmaagd. Hè, niet lichamelijk, hè, want dat hoeft nog helemaal niet dat je dan met iemand naar bed toe bent gegaan.
Maar emotioneel ben je dan al, ben je ontmaagd. Dan ben je geen echte maagd meer. En dan moet je er ook mee om leren gaan. Net zoals een jongen dan, die dat dan van nature al heeft, die gevoelens. Dan heb je dat als meisje ook die gevoelens, zonder dat je die band met die jongen hebt. En dan moet je er ook mee om leren gaan. En dat is niet makkelijk hoor. Ik heb bij de EO gewerkt. We hebben een keer een interview gemaakt, hè, met een zendelingen in Zaïre was dat. En in die tijd dat ze daar was, dat was al een jaar of 40 denk ik. En toen had je een opstand van de Simba's. Dat waren allemaal van die Congolezen, die liepen rond in tijgervellen. En die wilden alle westerlingen daar, wilden ze weg hebben. En wat deden ze dan? Dan gingen ze gewoon, al die mensen, die westerlingen, werden gevangen genomen. En de vrouwen die werden verkracht. En zij ook. En ze vertelde, in het interview heb ik het niet uitgezonden hoor, want het was zo intiem natuurlijk. Maar toen vertelde ze dat ze op een nacht in die tijd, dat er op de deur werd geklopt. En toen kwam ze in haar nachtjapon, kwam ze naar buiten, zo deed ze de deur open. En toen stond er iemand uit haar dorp, die was ook bij die Simba's gekomen. En die heeft haar toen verkracht. Maar op een redelijke manier nog niet zo verschrikkelijk gewelddadig, maar in ieder geval zo dat ze, ja, ze wist niet wat er overkwam natuurlijk, werd ook gevangen genomen. Het is goed met haar afgelopen verder. Maar toen vertelde ze dat sinds die tijd had ze te maken met seksuele gevoelens, met lustgevoelens die ze daarvoor nooit had gekend. En het werd voor haar moeilijk, want het werd een extra strijd, een geestelijke strijd om daar goed mee om te gaan, hè, met die gevoelens. En dat had ze daarvoor nooit gehad. Zeg, wat is het belangrijk dat je als je zendeling bent en je trouwt niet, dat niet wakker is gemaakt bij je, want dan heb je het een stuk makkelijker. Dus er kan er wel een verlangen zijn natuurlijk naar een huwelijk en naar kinderen en zo, maar niet dat je die emotionele gevoelens hebt waar heel moeilijk mee om te gaan is. Want dan krijg je ook hetzelfde als met die jongen, dat meisje die gaan dan aan zelfbevrediging doen en zo, en dat is ook een verslaving. Nou ja, ook van het een komt dan ook het ander. En dan is Gods plan, hè, wat zijn bedoeling was, ja, dat is dus niet helemaal uitgekomen. Maar snap je een beetje dat het Gods plan is dat een jongen, omdat hij dus wakker is, dat hij er goed mee om leert gaan, dat hij dat bewaart ook voor zijn vrouw die hij later krijgt, en dat hij dan daarmee zijn vrouw wakker mag maken en dat ze dan samen een goed huwelijk hebben. En een liefdesband krijgen op dit gebied, hè, wat niet meer stuk kan. En dan kun je heel veel andere dingen die niet zo goed bij elkaar passen misschien, kun je dus overwinnen. Nou, is dat tot zover duidelijk? Snap je het een beetje? Ja, oké. Je hoeft niet te zeggen hoor, je mag ook gewoon voor je uit blijven kijken als ik wat vraag. Want het zijn intieme vragen, hè? Het zijn een beetje intieme vragen eigenlijk die ik stel dan. Nou is er nog een heel groot verschil tussen jongens en meiden. En dat is dat jongens, die zitten heel raar in elkaar, dat zijn de taarten namelijk. Ik heb het nu over jongens die al wat ouder zijn, hè? Dus laten we zeggen echt tieners, hè? Dus 14 jaar of zo, hè? Die dus al een beetje volwassen beginnen te worden. En dan zijn het net taarten namelijk, jongens. En taarten, die zitten zo in elkaar, hè? Of een pizza kun je ook zeggen, zo, hè? Zo, die zitten zo in elkaar, die jongens. En wat bedoel ik daarmee? Dat jongens die kunnen zich in stukjes delen. Een stukje voor de sport, en een stukje voor de vrienden, en een stukje voor de hobby's, en een stukje voor hun financiën, en een stukje voor de pc, en een stukje voor, wat heb je jongens nog meer? Nou ja, noem maar op, wat heb je nog meer voor de auto, ja, de brommer, zo, hè, de brommer, of auto natuurlijk ook. Maar goed, maar zo zou je nog veel meer dingen kunnen noemen, daar kan ik niet zo gauw opkomen. Maar een van die stukjes, dat is dus waar we het nu over hebben, dat is hun seksualiteit. Nou, en jongens, die zijn allemaal een klein beetje autistisch. Alle jongens zijn een klein beetje hoor, in het normale. Hè? En het komt dat ze kunnen maar één ding goed tegelijk. Hè? Dat als ze met één ding bezig zijn, dan moet je niet zeuren, dan zijn ze met één ding bezig. He, dus als ze met de sport bezig zijn, dan hebben ze helemaal gaan ze op in de sport. En zijn ze met hun vrienden bezig, dan hebben ze alleen maar belangstelling voor die vriendenkring. En zijn ze hier in de kerk bijvoorbeeld, dat zijn hele kerkelijke jongens ook. He, ze zijn daar bezig met zingen of zo, met een combo. He, dan zijn ze ook helemaal
En hebben ze, als ze daarmee bezig zijn, zijn ze helemaal van de wereld weg. En zitten ze achter de pc, nou, dan, zijn ze helemaal, dan hoef je ook niks tegen ze te zeggen. Want als je dan wat tegen ze zegt, ja, ja. En als je zegt, wat heb ik gezegd? En, ja, ja, ik zat toch achter de pc. Ik weet niet, je vader en moeder, die hebben dat ook. En dan zit papa, die zit de krant te lezen bijvoorbeeld, hè. En dan moeder, hij is net uit zijn werk, en heeft hij de nieuwe krant, pakt hij, hè? Een Nederlands Dagblad of zo, een goede krant natuurlijk. Zit hij te lezen. En dan moeder, de vrouw, die vertelt dan allerlei verhalen, hè, over wat er die dag gebeurd is, hè. En man lief, die zit in de krant te lezen, die zegt, ja, ja, ja. En wat denk jij er dan van, zegt zijn vrouw op een gegeven moment. Wat denk jij er dan van? Waarvan? Nou, wat ik je net verteld heb. Nou, ja, wat heb je net verteld dan? Ja, heb je niet geluisterd dan? Nee, ik zit toch de krant te lezen? Weet je wel, zo, hè. Er is een man, en herken jullie dat als vrouw zijnde? Het is een man die kan maar één ding tegelijk. En dan moet je gewoon, dat is, zo zit hij in elkaar. Hè? En dan kan hij dingen, kan hij losmaken zo, hè, van elkaar. Nou, en dat kan hij ook met zijn seksualiteit, kan hij ook losmaken van de rest. Ja, dus ik wil niet zeggen dat het maar zo'n klein stukje is, hoor. Dit heb ik zo kleine stukjes gemaakt. Maar het kan zijn dat seksualiteit een heel grote rol speelt. Hè? Dus waar ik het net over had, dat hij de vrije loop heeft gelaten. En dan, ja, dan heeft hij een heel stuk, is dan zijn seksualiteit. Maar als hij daarmee bezig is, dan is hij ook helemaal, kan hij ook niks anders. Dan, dat beheerst hem helemaal. En dat is een soort van autisme dan, zou je kunnen zeggen. Nou, dat is dan, dat kan hij dus losmaken van de rest. En zeggen, ja, maar meisjes dan, die zitten het ook, die hebben het ook al die verschillende dingen. Ja, die hebben het ook. Maar dat zijn meer schietschijven, meisjes. Die zitten zo in elkaar, zo. 1, 2, 3, 4, 5. Nou ja, nog meer, hè. Net zoveel als die jongens, of nog meer misschien. Hè, maar die dingen, die kunnen ze niet van elkaar losmaken. Die hebben alles met elkaar te maken. En ze kan niet zo... dat zit allemaal aan elkaar vast, zou je kunnen zeggen. Bij de jongens zijn het allemaal losse stukken. En bij mij zitten allemaal aan elkaar vast. Nou, en het meest intieme wat ze heeft, dat is dit hier. Dat is haar seksualiteit, hè. Nou, als een meisje nou denkt dat die jongen net zo in elkaar zit als zij. En een jongen die denkt dat een meisje net zo in elkaar zit als hij. Nou, dan krijg je de gekste dingen, hè. Want wat gebeurt er nou? Nou, een jongen die krijgt een meisje op het oog en die vindt hij heel aantrekkelijk. En dan zegt hij tegen dat meisje van, joh, ze zijn nog jong, hè. Ze zijn een jaar of 13 of zo en al die meiden willen verkering tegenwoordig, hè. Nou, die jongen die vindt het ook leuk, want als je verkering hebt, nou ja, dan kun je ook zoenen en zo, hè. Dat is heerlijk. Dus die jongen die vindt het prachtig, hè, dat een meisje ja tegen hem zegt. Dus die jongen die vraagt aan een meisje, hou je veel van me? Wil je verkering met mij? En die jongen, dat meisje vindt het ook heel leuk dat die jongen haar vraagt, want ja, haar vriendinnen hebben ook allemaal verkering, die hebben allemaal een vriend, dus dan hoort ze er ook bij, hè? Dus zegt ja. En nou, dat gaat goed, hè? Dus die jongen en dat meisje maken veel afspraakjes en zo. Maar weet je wat nou de ellende is? Dat er gaan alle films en alle boeken, dan gaat altijd zo dat als er een relatie ontstaat, dan begint alles meteen met zoenen. Net of dat het begin is van een relatie. En dat, ja, dat meisje weet ook niet beter, dus die jongen die pakt er een keer en die geeft er een dikke zoen. En niet alleen maar een dikke zoen, maar op zijn Frans, hè, heet dat, hè, met zijn tong naar binnen en zo. Dus hij gaat een beetje bij haar naar binnen toe. En dat meisje krijgt die nieuwe ervaring dan. Hè. En zegt, oh, wat een heerlijke jongen is dat. En dan denk ik, joh, wat passen we goed bij elkaar. Hè. En nou ja, die verkering gaat verder, hè, een paar weken en zo. En dan zegt die jongen op een gegeven moment tegen dat meisje van, joh, mijn luister, hou je veel van me? Ja, ik hou heel veel van je. En dan zegt die jongen, ja, ik wil je wat vragen, hè? Oh ja, wat wil je vragen dan? Nou, ik durf het haar niet te zeggen, maar, joh, zou je niet een keer met mij naar bed willen? Naar bed willen, zegt dat meisje, en we kennen elkaar pas. Ja, dat meisje, maar je houdt toch veel van me, zegt die jongen dan? Ja, dat is zo, zegt dat meisje. En weet je wat dat meisje nou denkt? He, dat is nou het verschil. Dat meisje denkt dat die jongen net zo is als zij, zij denkt van, goh, wat houdt hij veel van me. Het meest intieme wat hij heeft, dat wil hij aan me geven. Nou, dan geeft hij zich natuurlijk helemaal. Want dat is bij een meisje zo, als ze dit geeft, nou, dan geeft ze zich helemaal. Dat hoort allemaal bij elkaar. He, dan, als een meisje haar seksualiteit geeft, dan geeft ze zich helemaal aan die jongen. Want dat is het meest intieme wat ze heeft. Dat hoort allemaal bij elkaar.
Dus ze denkt, goh, wat houdt die jongen veel van me. He, die, het meest intieme wat hij heeft, dat wil hij aan me geven. Nou, dan geeft hij zich helemaal. Maar die jongen, dat is helemaal niet zo. Want het interesseert hem helemaal niet. Al die dingen, die interesseert hem helemaal niet. Het enige wat hem interesseert, dat is de seksualiteit. Hè? En dat is een klein stukje maar van zijn leven. En dat geeft hij dan. En dat hangt nog buiten zijn lijf ook, zou je kunnen zeggen. Hè? En dat geeft hij aan het meisje. En dat meisje denkt, joh, wat houdt hij veel van me. En dan gaan ze dus regelmatig met elkaar naar bed. En als hij het een beetje handig doet, dan is het ook nog lekker ook. En prettig en zo. Hè? Maar het gekke is dat hoe meer ze elkaar leren kennen, en hoe meer merken ze dat ze helemaal niet bij elkaar passen. Want dit past altijd wel. Dat is al heel, moet al heel gek gaan, wil dat niet bij elkaar passen. Dat hoef je helemaal niet uit te proberen. Dat werkt altijd wel. He, als ze een beetje aantrekkelijk zijn, alle twee. He, maar of dit allemaal bij elkaar past, en dit bij elkaar past, dat is nou maar de vraag natuurlijk. Hè? Want toen blijkt als het meisje die jongen een beetje beter leert kennen, en ze komt bij hem thuis, ach, wat een rare familie is dat zeg. Vader en moeder die schreeuwen altijd tegen elkaar. En voelt ze helemaal niet thuis. En als ze met zijn vrienden een keer in aanraking komt, nou, het is helemaal verschrikkelijk. Rare jongens allemaal. En als ze dan naar zijn muziek luistert, nou, dat is heel andere muziek als waar zij van houdt. En zo gaat het me door. Hè? Allemaal dingen die allemaal die helemaal niet bij elkaar passen. En op een gegeven moment is die jongen, die is met je op de uitgekeken. Want hij heeft het helemaal gekregen. Dus er zijn nog veel meer leuke meisjes. Dus hij denkt, ik laat hem maar gaan hoor. En we passen niet zo goed bij elkaar, dus hou maar op. Dus hij zegt tegen het meisje, joh, moet je eens luisteren, we passen niet zo bij elkaar, hè. Nee, het valt een beetje tegen, zegt het meisje. Ja, nou, dan moeten we aan werken, hè. Aan werken, zegt de jongen, nou, dat wordt toch nooit wat. Hè, dus er zijn allerlei kleine dingen waar ze zich aan ergeren. En elke keer als ze ruzie hebben erover, dan denk ik, nou, dan gaan we weer met elkaar naar bed. Nou, oh ja, we passen toch wel goed bij elkaar, hoor. En dan wordt het op die manier, wordt het dus geregeld. En dan denken ze dat het nog wel goed zit, maar die jongen die heeft al lang door. Van, jongen, we passen helemaal niet bij elkaar. Kunnen beter uit elkaar gaan. Want hij heeft helemaal geen interesse ook hierin. Hij had alleen maar interesse hierin. Nou, en als je dat niet weet als meisje zijn, want dat komt zoveel voor, hè. Dat een meisje die denkt dat die jongen zoveel van haar houdt, omdat hij haar wakker heeft gemaakt en omdat hij haar zijn seksualiteit geeft, denkt, nou, dan geeft hij zich helemaal. En dan blijkt dus dat hij maar een heel klein stukje geeft van zichzelf. En de rest, dan vindt hij, heeft ze helemaal niks mee te maken. Dat is van hem. En al het andere, het mooie, alle mooie eigenschappen die ze heeft, ja, daar heeft hij helemaal geen interesse in. En zo raken heel veel meisjes die raken op die manier heel verdrietig, worden heel verdrietig. En dan hebben ze zich weggegeven. En dan, ja. Nou, en daarom is het zo belangrijk, hè, hoe voorkom je dat nou, hè, dat gebeurt? Nou, het is heel simpel. Dan moet je dit voor het laatst bewaren natuurlijk. En dan moet je, als je een jongen hebt die graag met je verkering wil, nou, dan moet je zeggen, nou ja, en hij wil dus intimiteit, hè, met zoenen. Nee, wacht even, nee, ik wil je eerst even een beetje leren kennen. En als het dan een jongen is die echt interesse in je heeft, dan zegt hij, nou, dat is goed. En dan ga je elkaar leren kennen, ga je eerst als vrienden met elkaar om. Hè, je leert elkaar als vrienden kennen en elkaar smaken en zo en kijken of je bij elkaar past. En als het dan allemaal goed bij elkaar past, ja, dan kun je met elkaar een verbond sluiten en dan kun je trouwen met elkaar. En dan kun je dit als, dan is dit het kroon op het werk. Dat is dan hetgene wat je dan elkaar kunt geven. Dan kun je jezelf helemaal aan elkaar geven. Snap je? Nou, ik had het ook op internet staan, dit hele verhaal. En toen werd ik opgebeld door een blad. Viva. Ken je dat blad? Hebben we wel eens van Viva gehoord? Het is een jonge damesblad is dat. Ik heb hem hier bij me. Zo. Dit is Viva. Nou, dat is een oud nummer al hoor. Heel oud nummer. En toen hadden ze dat gelezen of hadden ze gezien op internet. En toen zeiden ze van, is dat een nieuwe trend? Een nieuwe trend? Ja, wachten tot je trouwt met seks en dat je dit voor het laatst moet bewaren. Is dat een nieuwe trend? Ik zei, nou, een hele oude trend al hoor. Oh, nou, maar we hebben er nog nooit van gehoord. En mogen we er een keer langskomen voor een interview? Ik zeg, ja, dat kan wel. En ken je mensen dan die zo leven? Ik zeg, nou, mijn dochter, hè, die had net verkering. Of nee, die stond net op punt van trouwen. En die woonde in Oost-Groningen. Dat is heel uit de buurt natuurlijk van de redactie van het blad. Maar ze waren zo geïnteresseerd dat ze kwamen helemaal naar Groningen toe. En mijn dochter en haar toekomstige man, die hebben ze toen geïnterviewd. Ja, het moeten geen geitenwolle sokken type zijn hoor. Nee, ik zei, mijn dochter is een heel leuke meid hoor. Kun je rustig
haar interviewen. Dus toen zijn ze gekomen. En toen hebben ze een heel nummer aangeweid. En het is geen Eva. Nee, het is gewoon een werelds blad. En dat vonden ze zo interessant. Daar hebben ze een hoofdartikel aangeweid. Hier. Dit artikel hebben ze aangeweid. En mijn dochter. Dat is mijn dochter en mijn schoonzoon. Inmiddels zijn ze... Hoe lang getrouwd? 14 jaar getrouwd. En ze hebben al 6 kindertjes. Maar ze zijn heel gelukkig met elkaar. Dus die hebben ze toen geïnterviewd. En een van de dingen die ze zeiden, ook in het interview was, van ja, als je dus hiermee begint, dan leer je elkaar niet doorkennen. Want dit is bij iedereen wel zo'n beetje hetzelfde. Maar als je elkaar wil leren kennen, dan moet je tijd nemen om hiermee bezig te gaan, hè? Om hier aandacht aan te besteden. Je moet hier niet mee beginnen, moet je tot laat bewaren. En dan leer je elkaar veel sneller kennen. Want anders dan ga je iedere keer, val je hierop terug als je eventjes elkaar niet begrijpt. Nou ja, en dan gaat het zo'n grote plaats innemen. Dan neem je geen tijd genoeg om. Dan duurt het veel langer voordat je elkaar ook hier op deze punten leert kennen. Dus mijn dochter en haar man, die hebben elkaar heel snel op een goede manier leren kennen. Daardoor. Nou, dus dat is artikel is geschreven. En toen hadden ze ook nog een man in de redactie. En die schreef altijd columns in het blad. En die had het artikel gelezen. En toen had hij een column geschreven. Hij had over dit nummer. En toen schreef hij van dat hij het gelezen had. En voor hem waren de schellen van de ogen gevallen. Het was een eye-opener voor hem geworden. Waarom? Hij zegt, elke relatie die ik begon, we begonnen allemaal zo goed en elke keer liep het op niks uit. Omdat we niet bij elkaar pasten. Hij zei, maar ik weet nou hoe het komt. Hij zei, ik begin iedere keer bij het verkeerde eind. Ik begin iedere keer hiermee. En dat gaat altijd geweldig goed. Maar ja, op een gegeven moment kom je ook hiermee in aanraking. En dan blijkt het dus helemaal niet zo goed te gaan. En dan, ja, dan en elke relatie tot nu toe is stuk gelopen. Hij zei, maar ik weet nu beter. Dus hij, de volgende keer laat ik dit rusten. En dan, als ik dan een relatie heb, dan gaan we hiermee bezig. Ik weet niet of hij het gedaan heeft hoor, in de praktijk, want dat is natuurlijk de vraag. Maar goed, voor hem was het een eye-opener. En daarom vertel ik het ook nu, dat je weet van, jongens, als je wilt voorkomen dat dit met je gebeurt, dan moet je dit tot het laatst bewaren, tot je huwelijk. Dat zeggen we ook allemaal, hè, van je moet wachten tot je trouwt. En dan heb je tijd om dit bij elkaar te gaan ontdekken. En dan weet je of je zo bij elkaar past, dat je een echte verbond met elkaar kan sluiten voor de rest van je leven. En dan is dit, geeft dan zo'n geweldige band met elkaar, dat het niet meer stuk kan. Nou, maar ja, nou is het zo dat voor jongens, die reageren op wat ze zien. En ja, wat moet je daar dan mee, hè? Want je ziet van alles als jongen zijnde. En als meisje zijn, dan moet je ook uitkijken dat je het jongens niet moeilijk maakt. Want als jij erbij gaat lopen, zo en zo en zo en zo, ja, dan zijn alle mannenogen op je gericht. Want dat is veel aantrekkelijk voor een jongen om naar te kijken. Naar meisjes die er zo bij lopen. Maar als je een poster zou zijn in een bushokje, zouden ze net zo kijken naar je. Want je denkt misschien van als je er zo bij gaat lopen, joh, wat ben ik in de picture, hè? Wat ben ik populair? Alle jongens die kijken naar me, alle mannen zelfs. Nou, mooi niet, want ze kijken alleen maar naar dat rode stukje. En voor de rest hebben ze geen interesse. En dat komt omdat ze gewoon gefocust zijn op wat ze zien. Dus we hadden ook een kamp en was het ook heel erg warm in dat kamp. En er was ook een meisje bij van een jaar of 12. Maar dat was een beetje een vrolijk meisje. Ja. Maar die liep erbij, man. Echt helemaal, echt sexy, hè? Heel sexy gekleed. En toen zei wel tegen dat meisje van, joh, heb je niks anders om aan te trekken? Nee, had ze niet. Nou, dan zit je daarmee, hè. Toen gingen we met elkaar mini-golven. En toen waren we op de golfbaan. En toen zag ik al die getrouwde kerels met kinderen en vrouwen, die zag ik allemaal stiekem naar dat meisje kijken zo. En ik dacht, joh, wat verschrikkelijk, hè. Dat meisje, dat loopt zo te koop met haar uiterlijk. En daardoor, die mannen die vinden het aantrekkelijk om naar te kijken. Maar ze heeft niet door dat ze alleen maar op een verkeerde manier mannen, de aandacht vraagt aan mannen. En dat vond ze wel leuk. Hè? Maar ja, het stelt je toch teleur, want je hebt er niks aan. Maar goed, nou is het zo dat jongens die zien van alles, hè, op het ogenblik.
aan alle kanten, je kan er niet meer onderuit. Het is namelijk zo dat vroeger, toen ik zo oud was als jullie, toen was er nog geen televisie, er was geen internet. Hè, dus ik kwam daar niet zo mee in aanraking. Maar ik had wel interesse natuurlijk, want ja, ik keek ook graag naar dat soort plaatjes en zo. Alleen, je kon ze nergens vinden, dus je moest echt naar op zoek. En dat deed ik dan ook, waardoor ik ook heel vroeg al aan zelfbevrediging verslaafd raakte. Maar goed, zou ik ook nog wat over zeggen, hoe je eraf komt. Maar op het ogenblik is het zo dat ja, als jongen kom je er niet onderuit. Overal wordt het je opgedrongen. Allemaal op internet en langs de weg, posters en zo. En tijdschriften thuis. Noem maar op. Dus wat moet ik daar dan mee? Moet ik daar met een zwarte bril op gaan lopen? Moet ik oogkleppen voordoen? Dat ik nergens naar mag kijken? Nee, gelukkig is dat niet zo. Maar ik zal even dit tekenen van hoe dat werkt. Kijk, dit is... Hoeveel gaten heb je in je hoofd? Hoeveel gaten heb je? Weet je wel, hoeveel gaten je in je hoofd hebt? Even tellen. Hoeveel? Ik zal even zeggen hoor, anders duurt het te lang. Hè? 1, 2, 3, andere kant ook nog 1, 4, 5, 6 en 7. Zo, 7 gaten heb je in je hoofd. En er komt van alles door naar binnen. Hè? Dus door je mond komt er van alles naar binnen. En als het dan bedorven is, hè, dan spuug je het uit. Hè? Dan slik je het niet door. Maar sommige dingen die bedorven zijn, zijn nog wel lekker. Dan slik je het nog door. En dan, ja, dan word je misselijk, hè? Dan ga je overgeven. En zo blijf je gezond. En alles wat er door je neus naar binnen gaat, ja, dat komt in je neus. En dan ga je niezen als er stof in zit of dingen die niet deugen. En als het stinkt ook, dan loop je ook gauw weg. Maar ja, als het toch verder gaat, komt in je luchtpijp en dan ga je hoesten. En dan gaat het nog verder, komt in je longen, dan ga je rochelen. Hè? En sommigen doen het expres, hè, met teer en nicotine en zo. En dan, maar er zijn allemaal filtertjes ingebouwd. He, dus snot in je neus en haartjes om al die smerigheid tegen te houden. En ook in je luchtpijp heb je ook trilhaartjes en zo om je longen schoon te houden. En zo blijf je gezond. He, maar door je ogen komt ook van alles naar binnen. En ook door je oren. En wat gebeurt daar dan mee? Ja, dat komt in je herinnering. In je geheugen zou je kunnen zeggen. Hè? Geheugen. Geheugen. Geheugen, zo. En als het in je geheugen komt, ja, dan komt het één keer erin en het komt 1000 keer weer terug. Dus je moet uitkijken waarnaar je kijkt en waarnaar je luistert. Want het komt allemaal in je geheugen. En in een computer, als het eenmaal in je geheugen zit, ja, wissen kan je niet. Nou, dan denk je, nou ja, over een tijdje gaat het wel over. En dan, maar als je het vergeten bent, zo'n beetje, dan is het niet weg, maar dan zit het in je onderbewuste. Onderbewuste. Ik denk dat het zo heet, hè? Onderbewuste. Dan zit het er nog wel, alleen je kan het niet terughalen. Je kan niet expres denken, kun je er weer lekker aan gaan denken. Dat kan niet. Maar zo gauw als je ergens komt, in een ziekenhuis bijvoorbeeld, je ruikt die lucht in een ziekenhuis, dan komen al die herinneringen weer boven aan de tijd die je in het ziekenhuis hebt gelegen als kind. Dat wil je niet vergeten, maar het zit gewoon een beetje dieper weg, hè? Het zakt er dieper weg, zo. En als dat ook al niet meer gebeurt... Dat kan ook, hè? Dat je bijvoorbeeld dat je in een lift hebt vastgezeten vroeger. En dan wil je niet meer aan denken. En dan stop je dan weg. En dan komt het in je onbewuste. En dat is dan het deel van je herinnering of van je hart. Want dit is de inhoud van je hart, dit. En dan zit het ergens wat je niet meer terug kunt halen. Alleen in je dromen komt het nog eens naar boven. Hè? Maar dat zit er onbewust, zit het er wel allemaal. En vooral als je dus iets verschrikkelijks hebt meegemaakt en je hebt het verdrongen, dan zit het hier. En dan heeft het toch nog een hele sterke invloed, want de inhoud van je hart heeft een hele sterke invloed op je gevoel. Op je gevoel namelijk. Hè, bijvoorbeeld als je in die lift hebt vastgezeten en je weet het niet meer, je hebt het weggestopt, er is verdrongen. Hè, maar iedere keer als je in een afgesloten ruimte komt, dan krijg je datzelfde paniekgevoel weer. Dan heb je claustrofobie bijvoorbeeld. Dan denk je, waar komt het vandaan? Hè? Maar dat komt gewoon, omdat ergens in je onbewuste zit dat nog. En als je een keer van een, dat is mij overkomen, een keer gevallen bent van een bruggetje het water in, hè, dan krijg je dat rare gevoel van gewichtloosheid, hè? Een raar gevoel is dat. En dan wilde ik ook niet meer aan denken, en dan was ik vergeten ook helemaal. Maar iedere keer dat ik ergens bovenop stond, dan krijg ik dat rare gevoel weer. En dan had ik hoogtevrees. Hè, zo werkt dat.
Nou goed, en dat is met allerlei seksuele toestanden. Als je dat allemaal naar binnen haalt, hè, dan, ja, dan wordt je hart wordt vol met smerigheid en zo. En dat heeft ook een heel sterke invloed weer op hetgeen wat je doet. Op je daden. Hè, dus als je alsmaar smerigheid naar binnen haalt, dan wordt je hart vol met die smerigheid. En of je een jongen bent of een meisje, bij meisje loopt iets anders dan jongens, maar het ligt maar net wat je naar binnen haalt. En daarom zegt Salomo ook, hoe staat het? Bewaar je hart boven alles wat te bewaren is, want daaruit komt alles voort. Zegt Salomo, hè? Dus je hart moet je goed bewaren, dat je goed uitkijkt naar waarnaar je kijkt en waarnaar je luistert. Je zegt, ja, maar goed, er zijn zoveel dingen, smerige dingen die ik om me heen zie. He, ja, en ik zie allemaal, nou ja, ik ga ook nog zwemmen en zo. En dan zie je ook van alles. He, wat moet ik dan mijn ogen dicht doen? Nee, het hoeft niet hoor. Want er is een verschil tussen zien en kijken. En er is ook een verschil tussen horen en luisteren. Wat is het verschil nou? Als je het ziet, dan kun je niks aan doen. En dan gaat het de ene oog in, de andere oog uit. Hè. Dat komt ook niet echt in je geheugen terecht. Ja, of je moet het weer terug gaan halen, dan ga je er nog weer naar kijken eigenlijk. Maar zien, dat is niet erg. Maar als je naar gaat kijken, dan kies je ervoor. Dan ga je er naar kijken en dan ga je ermee ga je fantaseren. Nou, en dat is dus, dat moet je nooit meer doen. Want daardoor haal je het naar binnen en gaat het je hart smerig maken. Dan wordt je hart wordt er vol van die ellende. En met horen en luisteren precies hetzelfde. He, bij meisjes is het iets anders. He, maar alles wat je aan smerige dingen of naar dingen luistert die niet in je leven thuis horen. Je gaat het naar binnen halen omdat je het leuk en lekker vindt. Jongens, dan komt het hier terecht. En dan wordt het een uitslaande brand zoals we in het begin hebben gezien. Want de duivel die maakt er misbruik van, hè. Van waar het aas is, waar het vuilnis is, daar komen de ratten op af. En als je hart vol is met smerigheid, dan komen daar onreine geesten op af. En die blazen het vuurtje aan. En dan hoor je van dingen dat je denkt, hoe is dat mogelijk, hè? Van vaders die hun eigen kinderen misbruiken. Of nou ja, hoef je dat allemaal niet te vertellen, hè? Wat er allemaal gaan gekke dingen gebeuren. Dat komt allemaal doordat ze niet het verschil weten tussen zien en horen. En kijken en luisteren. Jongens, het is al over acht, hè? Moet ik ophouden zeker, hè? Ik moet ophouden, mensen. Kun je hier wat mee, eigenlijk? Ik heb heel veel dingen niet verteld. Maar je krijgt allemaal een boekje. Daar staat alles in. En ik zal ook, als het op internet staat, zal ik ook wel een link naar een ander programma bijgeven waar je meer over dit onderwerp kunt horen en lezen. Ja, het is afgelopen. Meestal is het 2 uur, hè? Nou, maar een uurtje, ja. Nee, het moest om 8 uur afgelopen zijn, zei hij tegen me. Dus, ja. Hij is de baas, toch? Wat zeg je? Hij is toch de baas? Hij is de baas, ja. Dus meiden, kijk uit dat je geen verkering neemt, hè, met gezoen en zo. Want jongens, dan raak je wat kwijt wat je nooit meer terugkrijgt. Hè. Wees zuinig op je ongereptheid. En jongens, die moeten goed de zaak onder controle krijgen. Hè? Als je je seksualiteit krijgt, hè, dan moet je net met een jonge hond, die moet je opleiden, africhten. Ja. Wat zei je, Jami? Ja, we gaan eerst danken maar. Hè? Wilt u? Ja? 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 Oh, dan, goed. Dan, ja, dat hebben ze allemaal gevonden. Ja. Krijg je allemaal zo'n exemplaar, hè? Ja, ga dus niet weg zometeen zonder zo'n boekje. En ik hoop inderdaad dat je er veel aan gehad hebt. Misschien dat je denkt van, nou, kan ik ermee? Weet je wel dat dingen over nadenkt. En dat je. Volgende week geen conversatie, in verband met dit dag. Maar de week daarna weer wel, dan kunnen we over doorpraten. Ja. Ik zou fijn vinden als jij. Ja, oké. Okay. Jongens, laten we even stil zijn. Dat iedereen voor zich. Kun je tegen de Heer Jezus zeggen wat je hiervan denkt? Want er zijn twee groepen hier. Hè? Er zijn jongens die, en meisjes die leven voor zichzelf. En je hebt jongens en meiden die leven voor Jezus. Jullie geloven allemaal dat de Heer Jezus voor je gestorven is, hè? Geloof je toch allemaal, denk ik, hè? Maar waarom is de Heer Jezus gestorven en opgestaan? Opdat we niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor Hem. Een heel ander onderwerp. Maar dat maakt al het verschil. Als je voor jezelf leeft,
Jongens, dan kun je hier niet tegenop. Dan word je ingepakt. De duivel die zit erop als een, die gaat rond als een briesende leeuw om iedereen te pakken te nemen om je leven te bederven. En vooral op seksueel gebied. Hè. Overal wordt tegen gewaarschuwd. Hè, tegen drankmisbruik en tegen gokken en tegen drugs en zo. Maar niet tegen seksverslaving. Er wordt helemaal geen voorlichting over gegeven en zo. En als je aan drank verslaafd bent, dan heb je drank nodig. En als je gok verslaafd bent, dan heb je geld nodig. En als je aan het roken verslaafd bent, dan heb je sigaretten nodig. Maar als je aan seks verslaafd bent, dan heb je mensen nodig. En dan word je, dan kunnen er hele gekke dingen gebeuren. Dus daarom is het zo belangrijk dat je dit weet, hè. En dat je voor Jezus gaat leven en dan bewaart Hij je voor verkeerde keuzes. Maar ik zet wel een link op internet waar je dat goed kan bekijken. Dat is een ander onderwerp. Zou even stil zijn dat iedereen voor zich even tegen de Heer Jezus zegt wat hij hiervan denkt. Je kunt ook al bidden voor degene die voor jou bestemd is later. Je weet niet wie de Heer voor je. Als je gaat trouwen, dan weet de Heer al wie dat zal zijn. En dan kun je nu al voor de jongen bidden dat de Heer hem rein zal bewaren. En dat hij zijn seksuele leven echt goed onder controle krijgt. En als jongen zijnde kun je voor het meisje bidden wat je vrouw wordt. Van Heer, wilt u daar bewaren? Dat ze haar ongereptheid bewaart, heren, en dat we samen echt een huwelijk kunnen sluiten zoals u dat bedoelt. Kun je nu al voor bidden, voor de toekomstige man, voor de toekomstige vrouw, doe dat. Hè? En dan heb je niks om voor te bidden nu, in het stukje wat ik nu even geef, geleden tot bidden, kun je daar, in ieder geval dat kun je bidden. En heren, wilt u dat voor mij doen, alstublieft.